D66 vreest voor een klopjacht op uitgeprocedeerde asielzoekers vanwege prestatiecontracten tussen de overheid en politie. Daarbij zou de korps extra geld krijgen wanneer ze een bepaald aantal illegale oppakken. In een debat in de Tweede Kamer werden onlangs afspraken gemaakt over deze prestatiecontracten. D66 heeft nu vragen gesteld aan korpsbeheerder Jacques Wallagen of ook hij een dergelijk contract heeft getekend. Ik ben bang van wel. Nou goed, daar hebben we natuurlijk ook een vraag over gesteld of dat ook daadwerkelijk zo is. En uh, ik wil ook wel eens weten hoe dat dan uh, uitdreigt uh, te pakken. Want wat vinden jullie in principe van die prestatiecontracten? Nou ja, kijk, ons uh, standpunt, ook landelijk, zou eigenlijk moeten zijn dat wij in generaal pardon moeten krijgen voor die mensen die al jarenlang in een onzekere situatie zitten. Korsbeheerder Oscar Dros van de Groninger politie heeft bij de collega's van Radio Noord laten weten niet extra op uitgeprocedeerden te zullen gaan jagen. Alleen wanneer illegalen zich schuldig maken aan een strafbaar feit, worden deze vastgezet. Dat is heel goed nieuws. En dat merken we ook in andere korpsen in het land. Dat eigenlijk de politie helemaal niet zo zit te springen. om op deze wijze mensen achter slot de grendel te krijgen. En ik kan me dat heel goed voorstellen. En ik ben ook blij dat er ook hier in het noorden bij de politie zo over wordt gedacht.